Dit is de noodkachel, gebouwd van een oud blik en zo getrouw mogelijk nagemaakt zoals ze in de oorlog waren. Om de noodkachel zo goed mogelijk te laten branden is het belangrijk de kachel eerst van oude asresten te ontdoen, zodat de kachel goed kan trekken en de verbranding optimaal is. Deze gaatjes zijn om trek in de kachel te bewerkstelligen. Dit zijn de basis. Benodigdheden. Links is een pompot met droog gras en stengels van verdroogde planten, dan hele dunne stukjes hout en daarna wat dikkere blokjes hout die in ook die volgorde in de kachel gelegd moeten worden. Dus als eerste gaat het gras erin en de droge stengels. Dat kan natuurlijk ook papier zijn of een stuk krant of elk brandbaar materiaal is daar in principe geschikt voor. Als het maar droog is. Bovenop het aanmaakmateriaal komt dan dun hout. Dat kunnen krullen van de timmerman zijn of die je zelf geproduceerd hebt. Dat kan eigenlijk elk dun, brandbaar, houtachtig materiaal zijn. Als dit op het aanmaakmateriaal is gelegd, kan de kachel in principe aangestoken worden. En het beste is om dat op het
zo laag mogelijk punt te doen. In het begin zal er best wel wat rook ontstaan, maar op het moment dat er echt hitte opgebouwd wordt in het kacheltje, is ook het moment aangebroken om het wat dikkere hout erop te gaan leggen. Poppetje gezien, kastje dicht. Zoals hier te zien is, brandt ook het hout nu al behoorlijk. En dus kunnen de dikkere blokjes hout erop. In principe kan er ieder brandbaar materiaal in gestookt worden wat voorhanden is. Belangrijk is wel dat de luchtstroom die het vuur gaande houdt, dus in dit geval een verticale luchtstroom door de gaatjes onderin in het kacheltje, vrij zijn. Dus die luchtstroom door kan blijven gaan. Als eenmaal het kacheltje goed brandt, kan er niet alleen mee verwarmd worden natuurlijk, maar ook kan erop gekookt worden. Er kan water gekookt worden, aardappelen, tulpenbollen, alles is dan mogelijk. Zolang de brandstof voorhanden is natuurlijk.